Hallo. Je luistert naar een nieuwe aflevering van het hoorspel Sint zoekt residentie. Over Sinterklaas die onderdak zoekt in Overijssel. De Sint zoekt residentie. De Sint zoekt onderdak. De Sint is aan het zoeken voor me te naartoe. Van het westen naar het oosten, ach wat een gedoe. Ik zat er eigenlijk aan te denken om zo'n punter te huren, hè? Zo'n traditionele boot van hier. Dikke ruik, onraad! Hoeveel gaten wilt u dat ik in deze boot boor, meneer Wilderink? Doe maar een stuk of drie, diebels. Onraad, kom op zeg. Wat kan er nou misgaan? Wat kan er misgaan? De Sint zoekt residentie. De Sint zoekt onderdak. Hallo jongens en meisjes. En hallo grote mensen. Zijn jullie er weer klaar voor? Dan schakelen we snel over naar Giethoorn. Want daar staat Sinterklaas op het punt om in een punter te stappen. Of moet ik zeggen, hij staat op het punt om het schip in te gaan? Zeg, Hoofdpiet, geef me eens even een handje, wil je? Dan kan ik ook aan boord kloppen. Zeker, Sinterklaas, komt u maar. Zo zeg, ik zit. Afijn, is iedereen verder aanwezig? Hoofdpiet? Present. Stuurpiet? Present. Een pietje paniek? Ja, Sinterklaas, wat is er? Niks ernstigs, hoop ik. Of toch? Paniek! Paniek! Nee, Pietje. Geen paniek. Ik wilde alleen even weten of je er was, hè? Zeg, Sinterklaas. Ja, Zuurpiet. U had mij nog niks gevraagd. Maar ik ben ook van de partij, hoor. Vanzelfsprekend. Waar gaan we precies naartoe, Sinterklaas? Hebt u al wat extra reisinformatie? Nou, het lijkt mij wel een tof idee om even de bovenwieden op te varen, hè? Via Smits paviljoen en dan de woelige baren op. Hoor je dat, Stuurpiet? Jazeker, Sinterklaas. De woelige baren, recht zo die gaat. Daar gaan ze dan, de Sint en zijn pieten. In volle vaart richting de bovenwieden. Dat is een groot meer in de kop van onze provincie Overijssel. Want in de omgeving van Giethoorn is er volop water te vinden. Allemaal kanalen, sloten, meren. Kijk, daar gaan ze, diebels. De Sint met zijn gewanten, met hun patserige punter, die wij lek hebben gestoken. Ze gaan een ondergang tegemoet. Ja, gna, gna, gna. Wat bedoel jij met gna, 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 diebels? Ik probeer de gemeen te lachen, meneer Wilderink. Laat dat gemeen lachen maar aan mij over, diebels. Want als er in Overijssel één is die gemeen kan lachen, dan ben ik het wel. Dat is inderdaad een heel vals lachje van die Geert Wilderink. En hij is sowieso een valserik. Want hij en die geniepige Dirk Diebels hebben gaten gemaakt in de boot waar de Sint nou mee aan het varen is. En dat gaat problemen opleveren, lieve luistervriendjes en vriendinnetjes. Let op mijn woorden. Kijk, Zuurpiet, dat gebouw wat je daar ziet, dat is nou Smits paviljoen. Smits paviljoen? Wat is een paviljoen, Sinterklaas? Een paviljoen, Zuurpiet, dat is een... Dat is een bepaald gebouw, hè? Maar wat maakt een paviljoen nou precies een paviljoen, Sinterklaas? Nou, het typische van een paviljoen, dat is... Dat je ze in diverse soorten en maten hebt, hè? Ja, maar wat maakt een paviljoen nou specifiek een paviljoen? Wat zijn de typische karakteristieke kenmerken van een paviljoen? Ja, Zuurpiet, hou nou maar even op met je gezeur, hè? Nou, moe, een mens mag niet eens meer een paar vragen stellen. Sinterklaas, mag ik even uw aandacht? Ja, Pietje Paniek. Zou ik u een vraag mogen stellen? Jazeker, Pietje Paniek. Graag zelfs. Door vragen wordt men wijs, hè? Sinterklaas, stel, je zit in een boot op een groot meer. En ineens, van het ene op het andere moment, voel je nattigheid. Is dat dan erg, Sinterklaas? Tja, dat ligt aan de mate van nattigheid, Piet Paniek.
Nou, als bijvoorbeeld je hele schoenen onder water komen te staan, wat is er dan precies aan de hand? Dan is de boot waarschijnlijk aan het zinken, Piet Paniek. Zonder enige twijfel zelfs. Dan heb ik u wat mede te delen, Sinterklaas. Ja? We zinken! Paniek! 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 Ja hoor. Dat was natuurlijk te verwachten, lieve luistervriendjes en vriendinnetjes. Omdat Wilderink en Diebels de boot lek hebben gestoken, is hij nu volgelopen met water. We gaan ten onder! We zinken, we zinken! Pieten, Pieten, Pieten! Kalmte. We moeten onze rust bewaren, hè? En we moeten hozen. Ja, natuurlijk. Laten we dat doen, Sinterklaas. Hozen, hozen. En wel onmiddellijk. Sinterklaas. Ja, Stuurpiet. Nog één ding. Ja? Wat bedoelt u precies met hozen? Hozen, dat betekent in feite water uit de boot schrapen, hè? Juist. Ja, natuurlijk. Logisch. En zo proberen de Pieten te redden wat er te redden valt. Midden op het meer scheppen ze met z'n allen zoveel mogelijk water uit de boot. Maar het nadeel van een lekke boot is dat er steeds weer nieuw water bij komt. Kortom, het is water naar de zee dragen. Er is dus hulp nodig. En gelukkig, een eindje verderop, nadert een bootje. Oh, god, Hendrik, kijk eens verder. Wat moet ik nou kieken gedaan? Maar de boot toch in, volgens mij is aan het zinken. Oh, god, dat is toch zo, Hendrik. De boot is toch aan het zinken, niet dat? Wat bedoel je, de putter nog voor ons? Met een broen. Met die pieten aan boord. Ja, met die verpieten aan boord, met die gekleurde pluim op de muts. En met een man in de roetshut, dat is Sinterklaas. Den boot. Ja, den boot bedoel ik, Hendrik. Die is aan het zinken aan gedaan en dat doet het. Oh, god, Hendrik. Die arme donders. Wie moet ze helpen? Hendrik, hoor je niet? Wie moet ze helpen? Ik hoor u wel en ik denk dat heel giet hoor. Zo gezegd, zo gedaan. Meneer en mevrouw Olde Weernink uit Vassen schieten met hun bootje te hulp en ontpoppen zich zo als redders in nood. Sinterklaas en de Pieten kunnen overstappen van de zinkende boot in een drijvende boot. En even later zitten ze weer veilig en wel aan de vaste kant. Aan een kopje warme chocolademelk. Ja, Sinterklaas. Het is maar goed dat we in de buurt waren. Anders wij katsen naar de worm. Ja, mevrouw Olde Weernink, ik weet niet precies wat u zei, maar ik denk dat u gelijk hebt. Want wat een pech dat we uitgerekend met een lekke boot op pad zijn gegaan, hè? Nou, Sinterklaas, ik weet niet of die gaten in de boot alleen maar aan pech te wijten zijn. Ik ben er zelfs van overtuigd dat er mispunten zijn die uw verblijf in Overijssel zo zuur mogelijk proberen te maken. En die mispunten luisteren naar de namen Wilderink en Diebels. Maar daarover morgen meer. Fijne dag allemaal en graag tot de volgende keer. Dag hoor! De